Merci, monsieur le président. Mesdames, messieurs, merci de... Dank u wel, meneer de voorzitter. Dames en heren, voor de tijd die u heeft uitgetrokken en de tijd die u heeft toebedeeld om het te hebben over deze functie. En een van de redenen waarom wij hier aanwezig zijn, een belangrijke reden, is dat wij jullie de juiste, de correcte informatie en cijfers willen geven. Ik heb kunnen lezen op het aangezicht van een aantal personen hoezeer ze verrast waren over de correcte cijfers die door mijn collega meneer Gilles werd meegedeeld. Hè? Want dat waren niet dezelfde cijfers als die u heeft gekregen voordien. En we hebben vastgesteld, dames en heren, dat jullie beslissingen hebben moeten nemen op basis van fake news, van onvolledige, incorrecte informatie. En samen toe om zelfs te zeggen dat het ging om leugens. En als we hier op deze plek van de democratie in België, dat men niet op de hoogte was van dat sectoraal akkoord, dat men dat zegt en dat het nooit werd ondertekend. Hè, wanneer wij aantonen, zwart op wit, dat die handtekening wel degelijk werd gezet en het is de advocaat zelf die het zegt, dan hebben we wel degelijk een probleem. Het is al meer dan 30 jaar dat ik vakbondsvertegenwoordiger ben. En nooit heb ik een dergelijke situatie meegemaakt. En nooit had ik gedacht en zelfs gevreesd dat ik in een dergelijke situatie zou terechtkomen. Een situatie waarbij eigenlijk het hart van onze democratie eigenlijk beslissing heeft moeten nemen op basis van fake news. We hebben gesproken over een historisch sectoraal akkoord en het is minister van de Binnenlandse Zaken zelf die het heeft gehad over een historisch akkoord. Tijdens het begrotingsconclaaf van oktober laatstleden heeft de Vivaldi-regering, en ik stip nog even aan dat 7 partijen deel uitmaken van deze regering, dat ze eigenlijk een streep daaronder hebben getrokken onder dat sectoraal akkoord. Dus een streep hebben getrokken onder de herwaardering van de job van de politieagent. We wilden dat vak opnieuw aantrekkelijk maken voor jongeren. Want als je een jonge man of jonge vrouw hebt die graag in een veiligheidsdienst zou werken en dat je bij de NMBS meer kan gaan verdienen netto per maand dan bij de politie, dan gaat de jongeren ook niet heel lang aarzelen. En ik heb gelezen in de sociale media dat er een aantal bijzonder boos op ons waren. En dat begrijp ik. Ik begrijp dat er een aantal er niet mee opgezet waren om tijdens een nieuwjaarsreceptie gestoord te worden door voetzoekers en door mensen die aan het schreeuwen zijn. Maar plaats u ook eens in onze schoenen. En wij werden verraden door de eerste minister, door de vice-eerste minister en onze voogdijminister, mevrouw Verlinde. En dat met een akkoord dat door iedereen werd ondertekend. Wij zijn bijzonder boos om te lezen, te zien en te horen dat wij bevoorrecht zijn omdat wij 5 indexeringen hebben gekregen. Maar ik wil er toch even op wijzen. En de automatische loonindexering, dat is een systeem dat al onze Europese buurlanden ons benijden. Want op die manier konden we de impact van de financiële crisis inperken. Dus iedereen in België heeft dat gekregen. Denkt u dat de politieagenten het graag hebben dat wij bevoorrechten en profiteurs worden genoemd omdat we op pensioen willen gaan op 58 jaar? Dat bestaat niet. Hè? Niemand gaat op pensioen op 58 jaar. En mijn collega kan het nog uitleggen hoe de NAVAP precies in elkaar zit. Hè? Want mijn organisatie die ik vertegenwoordig, die was de enige ondertekenaar van dat koninklijk besluit. Hè? In zaken het NAVAP en het rapport, het verslag aan de koning dat daarbij gepaard ging. Als men dan zegt dat dat gewoon een bijlage was, dan jaagt mij dat angst aan. En ik heb een aantal onder u het horen hebben over de toekomst op middellange termijn voor de politie. Ja, wij zijn vragende partij, maar we moeten nu ook de situatie in goede banen leiden. We zitten in een catastrofale situatie. Meneer de voorzitter, u zegt dat de minister van Binnenlandse Zaken hier heeft beweerd dat zij altijd open stond voor onderhandelingen en dat het overleg kon worden voortgezet. Maar dat is alles behalve waar. Er is geen enkel
overleg meer. Wij wonen geen enkel comité meer bij, geen enkel overleg. Waarom niet? Omdat het vertrouwen volledig verbroken is. Hoe wilt u dat de vakbondsvertegenwoordigers die wij zijn, dat wij rond een onderhandelingstafel gaan zitten en zeggen, ja, we zullen samen de toekomst van de politie bespreken. We zullen samen een akkoord gaan sluiten met de minister, wetende dat een paar weken later dat men dat gewoon van de tafel gaat vegen en dat men plots zegt, nee, we zijn het daar niet mee eens. Wat is nog de geloofwaardigheid van die politieke verantwoordelijken? En ik heb het gehoord bij verschillende sprekers, dat u eigenlijk dat u zand in de ogen werd gegooid met de fake news, met cijfers die niet overeenstemmen met de werkelijkheid. En er zijn er die hier met de universele oplossing komen aandraven, met de bodycams. Ja, fantastisch, maar dat zal zeker geen oplossing zijn voor anders. En als men zich bezorgd maakt over de recrutering bij de politie, dat is ook onze grootste bekommernis. We hebben nieuw bloed, jong bloed nodig, hè. Maar ik kan u zeggen dat er geen mensen zullen bijkomen. Als u de rangen opnieuw wilt vullen, dan hebben we er 4.000 nodig. Hè? Gewoon om op niveau te zitten. En ik zal u onmiddellijk geruststellen. Ja, hebben we al nagedacht over de toekomst? Natuurlijk. Maanden en maanden hebben we onderhandeld met de politieautoriteiten over een nieuw recruterings- en selectiesysteem. Waarom? Wel, vroeger, als een jongere een carrière wilde, politie, dus tussen het moment dat hij die interesse toonde en na de opleiding, dan moest je al een jaar, anderhalf jaar tellen. Dus heel wat mensen raakten ontmoedigd. We zijn heel wat waardevolle elementen. En nu is dat ingeperkt tot een aantal weken, hè, tussen het moment waarop men zich kandidaat stelt en dat men een opleiding kan volgen. En een van de essentiële punten in het sectoraal akkoord dat we ondertekend hebben met de minister was de loonherwaardering van de jongere politieagenten, toekomstige politieagenten. Dat was pas een aanmoediging. We hebben gevraagd dat er respect zou zijn voor de politie. En meneer Pivin heeft er ook aan herinnerd daarnet. Hè. Vroeger, toen men een politieagent over rijkswachter kruiste op straat en hetzelfde voor een priester of voor een schoolleraar, dan had men respect voor die persoon. En nu is het tegendeel waar. Hè. Men gaat er bijna op spugen. Het is bijna slecht om bij de politie te werken. Hè. En de politie, er zijn bepaalde partijen die ook zeggen dat politiemensen moordenaars zijn. Hè. Dat is niet echt het respect waar we naar op zoek zijn, hè, op het terrein. Dus hoe kunt u ons helpen? Wel, meneer Thiebaud, ik heb een duidelijk antwoord. Hè. Er is binnenkort een begrotingsconclave en u heeft gezamenlijk een vergissing begaan in oktober. En we kunnen u dat niet te veel kwalijk nemen, omdat u beslist heeft op basis van fake news, van foute cijfers. Maar vandaag beschikt u over de waarheid, de echte cijfers. U weet wat de situatie is, zoals die onderhandeld werd, hè, met de bewijzen erbij. En het is aan u nu, morgen, niet binnen 6 maanden, hè, of op langere termijnen. Nee, morgen moet hij zeggen aan de regering, dat is genoeg. U heeft een contract, een akkoord ondertekend en nu moet u dat ook naleven, nakomen. Dat is een eerste gebaar. Wij vragen geen verontschuldiging. We vragen ook niet dat men tot inkeer komt. Hè. Nee, wij vragen minimum aan respect en het naleven van ondertekende akkoorden. En het is dat eerste gebaar dat wij verwachten. En niet om nog eens te komen liegen en te zeggen dat het overleg verder gaat. En ik moet zeggen dat ik regelmatig uw werkzaamheid opvolgen hier in deze commissie of in de plenaire zitting. En af en toe sluit ik gewoon mijn computer, want ik kan het soms niet meer aanzien. Hè. De zaken die men soms komt verklaren, dat is ondraaglijk. Dus ik vraag u om die eens tegen de muur te plakken, hè, om het zo uit te drukken. Hè, en te zeggen, het is genoeg, u moet uw verantwoordelijkheid opnemen. Want de regering had dat akkoord ondertekend. En wat het NAVA betreft, nu komen beweren dat de onderhandelingen voor het sectoraal akkoord gelinkt waren aan het opgeven van het NAVAP. Dat is een leugen, dat is fout. Hè? Van A tot Z. Nooit, nooit werd dat besproken tijdens onderhandelingen die meer dan een jaar hebben geduurd. Het was moeilijk en soms ging het er hard aan toe, zeker verbaal. Het was bijzonder moeilijk. We zijn erin geslaagd om een akkoord te bereiken. En we hebben niet alleen vrienden gemaakt, hè, want we zijn met
twee van de vier dat we dat akkoord ondertekend hebben. We hebben onze basis geraadpleegd. We hebben gezegd, we gaan een redelijk akkoord ondertekenen, want de budgettaire toestand die laat het niet toe om verder te gaan. Hè. Dus om te doen met de lonen wat we zouden willen, zeker wat de KALOGs betreft, zoals wij die noemen, dus de administratieve. Wij hebben bijzondere aandacht geschonken, want zij worden altijd vergeten in de hervorming. Dus we hebben blijk gegeven van gezond verstand en we zijn gematigd geweest in wat we gevraagd hebben aan de minister tijdens onderhandeling. Daarom hebben we dat akkoord gesloten. Dus de basis, uiteindelijk een meerderheid van de basis heeft ja gezegd. En dan zeggen wij ook ja en dan ondertekenen we. En vandaag zijn er mensen die met ons de zon houden, die zeggen dat wij eigenlijk profiteurs zijn. En u kunt begrijpen dat dat voor ons onaanvaardbaar is. Hè? Want mensen die zich elke dag inzetten voor u en onze veiligheid, daar moet je toch een minimum aan respect voor betonen. En het NAVAP heeft werd gestemd en het ging over het op rust stellen van een aantal politieagenten. Maar men raakte niet aan bepaalde personeelsleden, zoals het rijdend personeel van de NMBS en het militair personeel. En ja, dat zijn bijzonder moeilijke jobs. Het NAVAP werd gevonden. Wij waren de enigen die die maatregel ondertekend hebben met de minister van Binnenlandse Zaken van toentertijd, meneer Jan Bon, voor de mensen die op het einde zaten op een carrière om op een waardige manier uit hun carrière te kunnen stappen. En nu zegt mevrouw Verlinde, ja, we zullen werkbaar werken tot stand komen. Dus aangepaste taken, dat moeten ze mij eens uitleggen. Hè? Want dat was 30 jaar misschien mogelijk. Hè? Want al op het einde van je loopbaan, ja, de politieagenten kregen dan eerder administratieve taken toegewezen. Vandaag is dat niet meer mogelijk. Hè? Om een eenvoudige reden, al deze taken worden nu waargenomen door burgers, hè? De KALOGs. Hè? Is dat goed of slecht? Dat is weer een heel ander debat. Hè? Maar men moet ons hier niet laten geloven dat er makkelijke jobjes zullen worden ontwikkeld voor de mensen die aan het einde van de loopbaan zitten. Ik geloof er niet in. Hè? En ik nodig u uit om op 65-jarige leeftijd nog eens tussen jongeren te gaan komen die op een café ruzie aan het maken zijn. Hè? En iemand heeft het gezegd, ik denk dat het mevrouw Mats is, hè? Die zei, ja, we gaan omgekeerd te werken, want de politie hervorming heeft geleid tot de geïntegreerde politie, federale politie en lokale politie. En ik vat het natuurlijk samen. En die federale politie moet eigenlijk ter ondersteuning komen van de lokale politie. Maar nu gebeurt het omgekeerde, dames en heren. U heeft zeker ook horen praten over het dossier SkyECC, dus waarmee een enorme slag werd toegebracht aan de drugsmafia. En nu zijn het de Brusselse politiezones die steun moeten komen bieden. En dat is eigenlijk de wereld op zijn kop. En dat geldt in tal van andere dossiers. U heeft vast wel gelezen in de persen de maatregelen en de besparingsmaatregelen die opgelegd worden aan de verkeerspolitie. En dan zegt meneer Van Quickenborne, meneer Gilles Quinet, die zegt, ja, ik wil meer controles, ik wil strenger ingrijpen tegen die wegpiraten. Maar ik denk dat ze niet zo goed op de hoogte zijn van het dossier, want er is een personeelsgebrek. En de politie gaat nagenoeg geen enkele vaststelling gaan doen bij een ongeval zonder gewonden. En men vraagt aan de verkeerspolitie om zo vaak mogelijk op het bureau te blijven en niet op de weg te gaan. Omdat de verkeerspolitie niet meer de mogelijkheden heeft om de basisopdrachten waar te nemen. Dat is de situatie. En ik wil best wel filosoferen over de toekomst op middellange of lange termijn van de politie, einde loopbaan en alles wat u maar wilt. Maar vandaag is er iets wat hoogdringend moet geregeld worden in onze democratie en in onze rechtsstaat.
En respect, dat begint met te zeggen aan de personen die belast zijn met het overbrengen van terroristen. En ze werden al veroordeeld in Parijs, dus ik mag het zeggen dat het terroristen zijn. De omstandigheden, de veiligheidsmaatregelen die daarbij worden tentoongespreid. Ja, de politieagenten die gaan door eigenlijk voor boeven. Men zit meer in met het comfort van terroristen dan met de politieagenten die voor die overplaatsing moeten zorgen. Dat is een fout signaal dat wordt gegeven aan mogelijke toekomstige politieagenten. Dank u wel. Voor wat NSPV betreft, alleszins. Ik wil u even meenemen naar het protocol 537.1, stikt in uw bundel. En als u even kijkt naar het onderwerp van de onderhandelingen, dan gaat u vaststellen dat er een aantal nummers staan, OCP 506, en dat gaat tot OCP 536. Wat betekent dat concreet? Dat betekent dat we elkaar heel veel gezien hebben aan de onderhandelingstafel. Ik wil dat maar even meegeven als bedenking. Ik heb daar straks gehoord, hoeveel kost dat nu? En wel, als je even kijkt, loonsonderhandelingen fase 1, laatste zin. Globale kostprijs van de loonsverhoging, ops en de looncorrectie KALOG, GP, stijgt naar 121.658.542,73 €. Tot twee cijfers naar de komma. Als je dan kijkt naar punt 1, het aantal onderhandelingen die er geweest zijn, ja, dan lijkt me dat duidelijk dat degenen die aan tafel zaten en bestemmingen waren van de verslagen heel duidelijk wisten waar het over ging. Daarna komen zeggen, we hebben dus niet gewoest, vind ik een brug te ver. Ik wil u ook meenemen naar een pagina verder waar we spreken over de fasering. Waarom hebben wij getekend? Wel, wij hebben getekend omdat we eigenlijk in een dynamiek zaten vanuit 2018 al, reeds met de vorige ploeg, onder de minister van Binnenlandse Zaken destijds, meneer Jan Bon, waarmee dat wij ook een akkoord hadden gesloten. Maar een zeer belangrijke zin in dat akkoord was, wij moeten om de twee jaar gaan afwegen, gaan kijken van waar bevinden de lonen van de politie zich ten opzichte van gelijkwaardige functies binnen het openbaar ambt. Want dezelfde functies dat bestaan niet, binnen de politie is dat nu eenmaal zo. Dat is een bijzonder beroep, dat kunnen we niet buiten. In die logica hebben we inderdaad in 2020 aan onze overheid gevraagd, goed, we zijn nu 2 jaar verder, laten we dan opnieuw aan tafel zitten. Men heeft dat een beetje kunnen rekken, want we zaten in een volle COVID-periode. We zijn beginnen onderhandelen, wie heeft al de nummers gezien. Maar wat was belangrijk? Dat we van het begin zeiden van ja, het zal heel moeilijk worden om een degelijke loonsverhoging voor alle politiemedewerkers te krijgen. En dat werd ingezet op iets wat heel belangrijk is, en wat we vandaag al veel verschillende keren hebben gezegd, over de attractiviteit. Hoe kunnen we jonge mensen aantrekken om bij de politie te komen werken? Als jij vandaag zegt, de lonen of het loononderhandelen, we gaan dat faseren, dan moet je mij proberen uit te leggen hoe dat je attractieve mensen gaat kunnen krijgen als jij vandaag de dag al zegt van, we gaan die een boterham in 3 snijden en daar moeten die jongens dan maar mee content zijn als ze morgen bij de politie willen komen werken. Je hebt daar straks de cijfers gezien, niks is minder waar. Wat was de afspraak? De afspraak was, we gaan in de eerste fase werken en dan gaan we in de tweede fase werken, de fasering. 2024 staat heel duidelijk. Wat wordt er gezegd? Concreet betekent dit dat de loononderhandelingen voor de tweede fase van dit sectoraal akkoord ten laatste in januari 2024 worden opgestart met als doelstelling om deze ten laatste te beëindigen in april 2024. We weten het ook allemaal hoe dat de politiek werkt, politiek draait. Maar dat was de afspraak. Dus vandaag horen van, je mocht al blij zijn dat je die €60 krijgt. Ik hoor de collega's die willen inderdaad voor nog wezenlijke en nog andere bedragen gaan. Fantastisch, wij wilden dat aan het begin ook. Maar de werkelijkheid heeft ons ingehaald. Zelfs die €60, die krijgen we niet verkocht. Moeten we nog in 3 snijden. Voor wat de NAVA betreft, zoals u weet, effectief, TNSP heeft destijds dat getekend. Waarom hebben wij dat getekend? Omdat er ook geen alternatief was, Ondertussen zijn we 10 jaar verder, of 9 jaar verder. Het is in 2014, 2015 dat er al van onderhandeld is. We zijn vandaag 2023. Ik heb hier nog geen enkel forum vandaag gehoord. Hoe gaan we dat nu deftig oplossen? Het systeem dat al 8 jaar bestaat. Dus zo'n slecht systeem is dat niet. Wat wij willen, dat is vandaag eigenlijk heel eenvoudig, dat de afspraken die er destijds gemaakt zijn, in zeer moeilijke omstandigheden, dat die gewoon gerespecteerd worden. En daarom hebben wij opnieuw het dossier van de NAVAP laten opnemen. En ik wil toch even iets voorlezen. Ik wil jullie zeker niet afronden om te zeggen dat jullie niet kunnen lezen, maar ik wil dat toch wel even toevoegen. De minister erkent
dat de bestaande regeling voor non-activiteit voorafgaand aan de pensionering, of NAVAP, zoals vormgegeven door het KB, had je, dat is een KB van 9 november 2015, een essentieel onderdeel is van de onderhandelingen voor de vakbonden. Dan denk ik, wat heb je daar niet aan begrepen? Dat is een essentieel onderdeel. Voor ons maakte dat deel uit, essentieel van het bundel loononderhandelingen. Binnen het huidige bovenvermelde KB, bovenvermeld, dat is dat van 2015, met verslag aan de koning en met alle toeters en bellen daar rond, zal er gezocht worden naar methoden om de NAVAP te optimaliseren richting bijkomende activering van de betrokken doelgroep. Wat hebben we daar gezegd? Ja, effectief, maar dat bestaat. Hè. Vandaag bestaat er een ministeriële omzendbrief over de NAVAP. En dat bestaat eigenlijk uit twee grote hoofdstukken. En het eerste hoofdstuk is, hoe kunnen we mensen binnen de politie aanzetten om aan het werk of langer aan het werk te blijven? Die aanzet is heel duidelijk. Hè. Dat gaat over functies waar dat mensen zich in kunnen vinden op latere leeftijd. Ik nodig u uit om eens even na te gaan binnen de politie waar dat die functies zich dan wel bevinden. Ik nodig u gewoon uit via jullie contacten, probeer dat dus te achterhalen. Ik zie er momenteel geen. Goed. Wij waren er dus mee akkoord, want anders had dat niet getekend. Nu goed. Om de kostprijs ervan in de toekomst te verminderen, dus een duidelijke doelstelling. Daarbij zal ook rekening gehouden worden met de bestaande uitredenregelingen voor andere zware beroepen bij de overheid en de besprekingen binnen de federale regering voor een globale pensioenhervorming. Ik denk dat we daar een duidelijke afspraak over hadden en de reden waarom dat we getekend hebben. Wat moeten we daarna dan vernemen? En dat wordt heel tricky, want daar raakt je volgens mij aan een van de fundamenten van onze democratische samenleving, hè, dat is het sociaal overleg. Je maakt een afspraak en wat tekenen we daar? En ik weet niet als jullie dat weten, maar ook wij hebben het soms moeilijk om onze achterban te overtuigen. En ook wij moeten verantwoordelijkheid afleggen ten opzichte van een heel orgaan bij ons. Dat is nu eenmaal zo. Zo werkt nu eenmaal democratie. We hebben de mensen laten stemmen, zijn akkoord, dus we zetten onze handtekening op 28 januari. Om dan bijna 10 maanden later, hè, ondertussen heeft iedereen toch de kans gehad om dat allemaal deftig te lezen, om dan 10 maanden later een koude douche te krijgen. Ah, maar we gaan dat zo niet doen, hè. Trouwens, by the way, als je die loonsverhoging wilt hebben, dan moet je aanvaarden dat de NAVAP, dat het systeem van de NAVAP, helemaal zal hervormd worden, om niet te zeggen in een uitdoofscenario worden geplaatst. En dan wordt plotseling, wordt dat gegeven, een essentieel onderdeel van de onderhandelingen. En wel, dat is nooit gezegd geweest. Dat staat ook nooit. Ik nodig u uit, u mag alle bundels opvragen. Ik denk bij alle partners, u gaat geen enkel woord vinden dat zegt dat die twee met elkaar gelinkt zijn. Dus ja, daar zijn wij kwaad over. Omdat de spelregels na handtekening worden aangepast. Ik nodig u uit om dat te proberen morgen bij een notaris als u een huis gaat kopen. Ik denk dat dat niet gaat goedkomen. Of als u een auto wilt gaan kopen. Of nog maar gewoon een paar voetbalschoenen wilt bestellen via internet. Dat komt niet goed. Wel, hier blijkbaar wel. En daar zijn we inderdaad... Ja, niet tevreden over. En niet tevreden, dat is heel pejoratief en heel respectvol uitgedrukt. En de essentie van heel het verhaal is, van het ogenblik dat je onderhandelt, ik denk dat we er 13 of 14 hebben gehad, onderhandeling over hetzelfde thema, dat je in zeer moeilijke omstandigheden een akkoord sluit, dat je dat tekent, dan denk ik dat alle partijen zich daaraan moeten houden. Omgekeerd wordt dat van mij ook gevraagd, dat ik mijn achterban probeer dan in het project mee te krijgen wat wij gedaan hebben. Maar niet dit project. Het project dat we verdedigd hebben en het project dat we getekend hebben. En dat is de essentie van het verhaal. En als u mij zegt, ja, hoe kunnen we het vertrouwen herstellen? Ja, dat is vrij eenvoudig. Het akkoord zoals dat getekend is, wordt uitgevoerd. Punt. En dan kunnen we natuurlijk zeggen van, ja, oké, hoe gaan we dan in de toekomst verder met elkaar om? Dat lijkt mij de meest logische aanpak die we momenteel kunnen hebben. Uiteindelijk is er niemand mee gebaat, want wat gebeurt er vandaag de dag? Die acties die er zijn. Als ik zie hoeveel collega's daaraan staan te popelen om deel te nemen, dat wij die zelfs zeggen van, wij zullen dat met afgevaai doen, een kleine bezetting doen, om het vooral, ja, moet ik zeggen, beheersbaar te houden. Ik kan u zeggen, dames en heren, als we echt de teugels loslaten, dan gaan we wel zien in dit land. Hè? Want de mensen hebben het gehad. Mensen zijn heel beleefd. En weet je waarom? Omdat we zo opgevoed zijn. We zijn loyaal naar de democratische waarden, loyaal aan de instellingen van dit land. Maar dat wil niet zeggen dat die politiemensen,
dat die niet lijden. Hè, en dat die mensen die vandaag de dag zelfs beveiligingsopdrachten doen, zelfs bodyguardopdrachten doen, dat die mensen geen eigen mening hebben. Hè. Die hebben zeker een mening, hè, maar die zijn loyaal. Maar wat ik vind en wat niet kan, is dat loyale politiemensen vandaag het slachtoffer worden, omdat ze niet zeggen van, weet je wat, wij leggen hier het land een paar weken plat. Wat wij niet willen, hè. Wat wij willen, is aan de onderhandelingstafel een oplossing zoeken. Hè. Dat lijkt me evident. Maar ik wil alleen de boodschap meegeven, dat is, wij zitten hier niet omdat hier een aantal mensen denken dat wij het grote gelijk aan onze kant hebben. Hè. Wij zitten hier omdat er een hele politiepopulatie is die zegt van, hé, maar wacht eens even, dat kan niet. En ze hebben nog gelijk ook. Dus kunnen wij het vertrouwen herstellen? Ja, we kunnen het vertrouwen herstellen. Zijn wij bereid om aan die tafel het vertrouwen te herstellen? Ja, maar dat signaal, dat moet niet van ons komen. Dat moet komen van degene die het ze veroorzaakt hebben door te zeggen van, ja, we hebben een akkoord en laten we dat akkoord gewoon uitvoeren. En dat akkoord wordt uitgevoerd en dan zien we wel weer verder. Dat is de enige oplossing voor ons, denk ik, om terug aan speaking terms te geraken. Want uiteindelijk moet dus bij stilstaan. Dus dat betekent dat we zoveel mensen rond de onderhandelingstafel krijgen. Er zijn er heel veel mensen, er zijn techniekers, er zijn mensen van de overheid, hè, die je elke week of op geregelde tijdschip rond een tafel krijgt, om dan daarna doodleuk te zeggen, ah, maar dat gaan we niet doen. Hè. Wat kost aan de schatkist? Laten we toch ook ernstig blijven. Wij willen ernstig onderhandelen met een ernstige partner. En als iedereen zich aan de afspraken houdt, dan denk ik dat we allemaal door dezelfde deur geraken. En dat is de boodschap die onze achterban ons geeft en die wij vandaag ook komen brengen. En vroeg of laat moeten we uit deze impasse geraken. Maar dat kan niet zijn door te zeggen van, ja, onderhandelingen zijn eigenlijk maar, ja, dat is maar pro forma. Hè. Hey, onderhandelingen mogen nooit pro forma zijn. Anders moeten we de boeken dicht doen. Hè. Dan stoppen we daarmee. Maar ik denk dat niemand, nog in de regering, nog in het parlement, nog wij vanuit de politievakbonden zeggen dat we op deze manier met elkaar willen omgaan. En ik wou zo willen eigenlijk eindigen met toch een belangrijk woord, respect. Respect, dat is iets dat je langs twee kanten krijgt. En momenteel denk ik dat ik in naam van toch mijn leden mag spreken, hebben ze niet het gevoel dat ze gerespecteerd worden. Dank u wel.